het is een gek moment dit, of niet? Wat zegt u? Het is een gek moment. Het is niet goed. Nee, dat is niet goed. Ik moet even door. Sorry. Nou ja, dit is het totale infantiele onvermogen van de journalistiek. Wie gaat daar nou staan, meneer Rutte? Hoe voelt u zich? Nou, meneer, ik voel me kloten. Ik heb nog nooit eerder iemand vermoord en nu heb ik een heel kabinet vermoord. Dus ik zit een beetje met, ja, ik heb buikpijn. Het is een wonder dat die saap nog... Nee. Het verlos hem. Kunt u mij horen? In de vorige aflevering hebben we de situatie geanalyseerd die ontstaan is in Den Haag na de val van het kabinet. In deze aflevering kijken we vooral vooruit. Vooruit naar de verkiezingen, maar ook naar het debat. De oppositie heeft al aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen tegen Mark Rutte. Ze willen hem meteen het torentje uitgooien en een soort van zakenpremier aanstellen. Maar we kijken ook naar de kansen van de verschillende partijen, want de komende maanden moet duidelijk worden wie de potentiële tegenstanders van Mark Rutte worden. Nou ja, er zullen verkiezingscampagnes worden opgestart. Ik begreep dat alle kassen eigenlijk leeg waren. Vanwege de verkiezingen die we, wat was het, 15 maart net achter de rug hebben. Ik en Tom Jang Meijers, die tegenwoordig enigszins in de schaduw werkt aan hele lange stukken. Die had een tijdje een ontzettend leuk idee, namelijk in een bepaalde wijk van Gouda ging die aan mensen vragen wat die er nou voor vonden van de politiek. En een van de dingen die mij van die stuk is bijgebleven is dat die kiezers zei, kan het een keer ophouden met al die eindeloze verkiezingen in Nederland? Want ja, dit is natuurlijk zo. Wat hebben we niet? Parlementaire verkiezingen, provinciale statenverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, waterschapsverkiezingen, euroverkiezingen. Heb ik er nog eentje vergeten of niet? Natuurlijk krijgen de kiezers daar genoeg van. En dat was heel opmerkelijk dat ze dat steeds zeiden. Houd toch eens op met die verkiezingen. Ja. En je hebt natuurlijk dat wezenloos geluk. Dat is heerlijk dat je überhaupt mag kiezen. Maar mensen moeten wel het gevoel hebben dat het ergens over gaat. Precies. Dat ze daar inzicht hebben in waar het dan eigenlijk over gaat. En als je het mensen vraagt, hebben ze vaak ook geen flauw idee. Idee. Net zo goed als ze over de immigratieproblemen natuurlijk uiteindelijk geen flauw idee hebben. Je ziet, laten we zeggen, het calamiteuze puntje van de ijsberg in Ter Apel. Maar ja, het is een heel lastig dossier, die immigratie. Heb je sowieso de behoefte om je toch uiteindelijk min of meer fatsoenlijk te dragen. Wat wel interessant was, is dat Geert Wilders, die werd geïnterviewd door Rob Tripp in het 8-uur-journaal toen het net gebeurd was. En die heeft Rutte altijd uitgesloten. Die heeft gezegd, ik wil niet meer. Maar nu zei hij, ja, we moeten toch over onze ego's heen stappen. En we zien het toch wel zitten om met Rutte in een nieuw kabinet samen te werken. Het is tot alles in staat. Kijk, als je bij vol dag ligt, bereid ben om, laten we zeggen, je hele kabinet, de hele rest van je kabinet dood te schieten, dan ben je ook bereid om weer met Wilders in zee te gaan en met de BB-beweging in zee te gaan. En nou ja, je realiseert natuurlijk dat je achterban, namelijk dat die provinciale VVD, en daar heeft hij, dat is natuurlijk ongetwijfeld zo, is aards conservatief. Zeker. Dat wil niet zeggen overigens dat aards conservatieve geluid ook beleidsmatig betekenisvol zal zijn in de naaste toekomst. Ja. Nee. Je raakt natuurlijk al heel snel in de sfeer van klimaatontkenners en vage samenzweringstheorieën over de overheid, dat die overheid nooit deugt. En, nou ja, maar de New York Times had een stuk waarin ze dus in Europa zagen dat het migratiethema in meer landen speelt en dat ze daardoor ook een ruk naar rechts wel zien zeker gebeuren. Zonder twijfel. En in al die landen zijn dat natuurlijk dezelfde politieke effecten. Het wordt handig gebruikt door rechtse partijen. In Duitsland, de AfD is ook groot. Ja, waren toch ook lokale verkiezingen. Om eerst maar eens zien, de AfD was in Alkmaar groot en dan was het net als met de PVV. Die is ook jarenlang enorm groot geweest en werden de verkiezingen gehouden en dan viel het altijd toch weer een beetje tegen. Dat de mensen toch even dachten, ja, misschien toch niet zo'n goed idee. Vooral natuurlijk omdat natuurlijk op een reeks van essentiële dossiers de PVV niet goed snik is. Uit de EU en terug naar de gulden, weet ik wat voor ons is allemaal niet te verkondigen. Ja, dan kun je natuurlijk, als je in de coalitie onderhandelingen dan zegt, ja sorry, maar we zeggen dat altijd om de eenvoudige kiezers om de tuin te leiden, maar eigenlijk zijn we ook voor de EU. Ja, ik weet niet wie dat... Of je er dat staan in de peilingen nu drie. Je hebt dus één VVD, volgens mij 28 zetels, dan BBB en dan PVV. Ja, nou ja, dan zie je dus niet waar. Wat een aardsconservatief land wij in feite zijn.
En nou, blijf ik bij mijn punt, dat is allemaal heel aardig. En vanuit het perspectief van de al niet al te snuggere kiezer is dat ook heel begrijpelijk. Maar dan zul je vanzelf loop je aan tegen de grenzen van wat een land als Nederland in feite kan doen. Ja, voordat je het begint, voordat je het weet, moeten we Thierry bellen voor de Nexit. Nou ja, dat zit er niet in. Ik begrijp ook nooit waarom die belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld natuurlijk de werkgevers en deels de werknemers, niet zeggen, jongens, hou nou toch eens op met dat gezeik. Er zijn belangrijke issues zijn hier gaande en daar moeten we nu wel beslissingen over nemen in plaats van alles eeuwig uit te stellen. Bij Wilders is het natuurlijk ook nog wel zo dat Rutte nu zijn instrument, namelijk migratie, zijn thema was dat. Van Wilders heeft hij eigenlijk overgenomen en hij hoopt hij op te scoren. Dus hij hoopt natuurlijk ook de PVV voor een deel leeg te trekken. Nou, kennelijk hebben zij zullen ook al, denk ik wel, aan eigen polling hebben gedaan, aan eigen verkiezingsonderzoek. De VVD bedoel je? Ja, ja, dat doen ze constant. Dat doen die partijen. En ik denk dat ze daaruit besloten hebben dat ze dus een verre kans hebben om heel behoorlijk te scoren bij verkiezingen die eventueel dit jaar nog gehouden zouden kunnen worden. Half november, en dan houden ze natuurlijk, wat ik al zei, de handen aan het stuur. Ja. En dan houden ze niet alleen de VVD handen aan het stuur. Hè? Hoewel ik begin ineens aan het sturen. Een beetje, het is, de VVD is eigenlijk een typische cruise control partij. Hè? Ze doen eigenlijk niet veel. Maar goed. Maar wat je al zei. Ja, ik zocht naar een metafoor, maar misschien niet zo geschikt. Dus ze hebben besloten dat ze dit kunnen winnen. En dat betekent dat ze meer controle hebben, denk ik, dan ze. Dat is hun illusie natuurlijk. Dat ze meer controle hebben over het beleid dan ze in deze coalitie hebben. Waar daarom zei ik, ze hebben zeker die achterban. Die vindt dat ze een D66-programma moeten uitvoeren. Dat is ook regelmatig. Naar voren gebracht. Vond je dat dat niet zo was? D66 nou, ik ben natuurlijk geneigd om te zeggen dat het D66-programma, dat in allerlei opzichten wel spoort met wat onvermijdelijkerwijs toch zal moeten gebeuren in de komende halve eeuw. Ja, de VVD, weet je, die rekent natuurlijk ook met hele lange termijnen. 2050, 2035, het is altijd, er gaan altijd wonderlijke dingen gebeuren in Nederland, maar niet volgend jaar in ieder geval. Dus dat zou kunnen, maar ik denk dat er grenzen zijn aan het gekke beleid. Die zijn het, Rutte is ook niet gek. Hij is een moordenaar gebleken, maar hij is niet gek. Dus hij weet ook wat de beperkingen zijn. En wat je wel en wat je niet kunt doen. En hij kan er natuurlijk op mikken. Misschien dat hij wel wat groter denkt. Hij kan erop mikken, heel Europa trekt naar rechts. Dus misschien passen we daar wel goed in en dan kunnen we eventueel natuurlijk in de ministerraad en via de ministerraad in de commissie op een aantal punten ander beleid gaan voeren. Ja, ja. Maar ik zie nog niet, ik bedoel, kijk even naar de buitengrenzen van de Europese Unie. Ja, dan begrijp je toch ook wel dat als je over een bootje beschikt en een lekker motortje, dat je vanuit 1001 punten kun je naar Europa varen. Dat hebben die Engelsen ook gemerkt, toch? Ja, die zijn eruit gestapt vanwege de immigratie voor een belangrijk gedeelte. Nou ja, wij kunnen het zelf een keer proberen dat we een podcast maken terwijl we bezig zijn om illegaal naar Engeland te varen. Wat zullen we dat doen? Dat zou wel heel opmerkelijk zijn, ja. En, ja, we huren een lekker zeewaardig bootje. Die kan jij niet, ja, die kunnen we krijgen. Ja. Dan moet jij achter het stuur zitten. Ik kan wel het roeren. Als het maar een motorbootje is, ik maar niet hoef te zeilen, dan is alles best. Ja. En dan gaan we dus naar de overkant varen. Dat wordt leuk. Want dan, of we worden aangehouden door een motortorpedoboot van de Engelse marine. Maar dit wordt natuurlijk wel een scoop. Ja. Dat begrijp je wel. Dat denk ik zeker, ja. Ja. Maar goed, als wij het kunnen, dan kan iedereen toch? Ja. Je moet wachten op een dag, maar mooi weer. Je moet niet met westerstorm gaan varen, maar je moet wachten op een beetje redelijk weer. Maar wat Rutte dus wil, dat is duidelijk. Hè? Die... Denk aan al die oranje gasten in de Tweede Wereldoorlog. Die kwamen soldaat van Oranje. Ook met bootjes. Ja, maar met bootjes. Ja. Ja. Vaak hele, hele onaanzienlijke sloepjes. Hoeveel zijn er eigenlijk om het leven gekomen? Dat weet ik niet. Dat is zo'n interessant vraagstuk ook. Wij moeten natuurlijk wel begeleid worden door mensen die ons gaan redden als het nodig is. Ja, dat zijn de luisteraars dan.
Die moet in actie komen dan. Ja, ik denk dat we dit het beste kunnen aanpakken met crowdfunding. Ja, ja, ja. En dat we dan een advertentie zetten. Wilt u naar Engeland zonder beledigd te worden bij de douane? Ja, we kunnen altijd nog die man bellen met het vliegtuig, ja, die jou een keer met het vliegtuig naar Texel wilde vliegen. Die kunnen we ook inzetten. Ja, ja, dat ben, ja. Ja, goed, in principe kun je met die... Ja, ik denk even aan die bekende Duitse die erin geslaagd is om met een soort Piper Cup onder de radar naar Moskou te vliegen. Dat was een ontzettende afgang voor de Russische luchtverdediging. Hoe heette die jongen toch ook alweer? Daar hebben we het eerder over gehad. Ja. En die is toen op het Rode Plein geland. Hij heeft ook eens even in de gevangenis gezeten daar. Hij heeft nooit meer gevlogen, heb ik gelezen. Nog eventjes over de andere partijen. Hè? Natuurlijk CDA, wat verwacht je daar nu van? Is dat afgelopen? Nou ja, daar stond een stukje in de kwaliteitskrant dat sommige mensen in het CDA denken dat ze bij verkiezingen, als ze het handig spelen, toch nog heel aardig zouden kunnen scoren. Nou, daar heb ik eerlijk gezegd mijn twijfels bij. En dat het andere deel van het CDA eigenlijk in een toestand van suïcidale moedeloosheid verkeerde. Dat lijkt me eigenlijk realistischer, eerlijk gezegd. Maar ja, ik heb dit ook niet aanzien komen. Ik dacht dat die Rutte toch als puntje bepaald. Die kwam wel een fatsoenlijke man was en dat is hij dus helemaal niet. En Hoekstra, denk je dat die blijft? Nee, ja, god, Hoekstra, dat is ook volgens mij bestaan ook over Hoekstra. Het CDA is een diep verdeelde partij. En dat komt natuurlijk omdat ze zich bevinden in een soort bobsleebaan naar beneden. En dat is natuurlijk, ja, je weet dat het is heel hartstikke moeilijk om dat te overleven, zo'n baan. Ja, dat ze eigenlijk al in een bocht eruit zijn gevlogen en nu door de lucht kruisen. Ja. En dan de nieuwe heldin, zoals jij er al genoemd heeft, de BBB-mevrouw. Die heeft dan natuurlijk zin in. Ja, dat is de vijfde Messias. Zeker, ja. Zeker. Ja, die, nou ja, daarvan waren de meningen die van mensen die er verstand van hebben, is dat het te vroeg kwam. Maar ik begrijp nu dat ik heb haar, dat heb ik niet gevolgd, want ik ben natuurlijk gewoon later opgestaan, dat zij dat niet vindt. Nee, ze heeft er zin maar in. Ja, ze heeft geen apparaat, dat zegt ze natuurlijk, maar ze heeft geen apparaat. Ik denk, ja, misschien dat de financiering toch, ik kijk ook die vorige campagne was, naar ik begreep, heel behoorlijk gefinancierd. Wie weet heeft ze dat goed op de rails staan. Nou, en ze heeft al die boeren natuurlijk, die hopen natuurlijk met haar invloed te krijgen, ja, in het kabinet. De vraag is ook of zij toch niet bij parlementaire verkiezingen anders zal scoren dan bij provinciale statenverkiezingen. Dat is wel eens gezegd, ja. Dat mensen dan toch denken, nou ja, hè, willen we nou dat Carolien van der Plas minister-president wordt? Eerst lachen ze er een tijdje gezellig over en dan denken ze dan, nou, misschien toch niet. Maar met deze beroepsmoordenaar die we nu hebben, is het misschien toch, ik weet het absoluut niet. Het lijkt mij wat nu gebeurd is, wat eigenlijk al een tijdje gaande is structureel, ja, is dat we een beetje een onbestuurbare indruk maken. Dat de hele Nederlandse parlementaire democratie en het uitvoerend apparaat daarvan, namelijk de Nederlandse overheid, een rafelige indruk maakt en op tal van terreinen ja, verbazend incompetente indruk ook maakt. Nou ja, lees dat boekje van. En hoe je dat ook beziet, je kunt zeggen dat moet je over de hele lange termijn zien. En het is het gevolg van het wegvallen van de verzuiling. Hè, wat die een soort van interne structuur gaf aan Nederland die stabiliteit garandeerde. Dat is allemaal wel voor een belangrijk gedeelte waar, maar we verkeren ja, in toch in vrij beroerde omstandigheden. Nou draait natuurlijk Nederland voor een belangrijk gedeelte gewoon door als apparaat. Maar waar je ook kijkt, het maakt geen glorieuze indruk. Of dat nu de spoorwegen zijn of de vaak hier al genoemde crisisverschijnselen op bestuurlijk gebied. Nee, en ja, daar moet je toch uiteindelijk de politiek en de regerende partijen moet je daarvoor verantwoordelijk stellen. En ja, dan kom ik tot een heel pijnlijk punt, ook voor vele luisteraars, dat uiteindelijk de kiezers deze toestand veroorzaakt hebben. De kiezers hebben het centrum kleiner gemaakt en de randen groter, breder gemaakt, met partijen waar je in feite geen bal aan hebt. Ja, maar ze hebben niet bepaald welke partijen. Als de VVD erop mikt om rechts in te schakelen in het landsbestuur, dan ben ik erg benieuwd wat dat gaat opleveren. Hmm.
Want je kunt dat, misschien heeft de VVD wel gedacht van, weet je wat, we halen jaar 21 binnenboord en laten we even zien dat al die kletskoek waar ze het altijd over hebben, dat die helemaal niet uitvoerbaar is. Nogmaals, ik heb al gezegd, een groot deel van het rechtse beleid, wat rechts voor staat als beleid, is niet uitvoerbaar. Ja, of je moet hele verstrekkende maatregelen nemen, je moet inderdaad aan exit gaan denken. Maar kijk naar Engeland, wat heeft het zo opgeleverd? De Brexit, niks, die bootjes komen toch. Gaan wij ook bewijzen met onze boot, de podcastboot. Is het zo dat GroenLinks en de PvdA samen verder willen met één lijst? Leden moeten daar nog wel over stemmen. Er moet ook één lijsttrekker komen. En er wordt zelfs gefluisterd van, we moeten Timmermans halen als een nieuw boegbeeld die gezamenlijke lijst gaat halen. Ja, het is maar de vraag of Timmermans wil komen. Stel voor, jij was Timmermans. En je zat met een groot dossier in Brussel. En je was de nummer 2 in allerlei opzichten in de Europese Commissie. Wat zou je dan terugkomen naar Nederland? Je weet niet wat er daar speelt. De Europese Unie heeft 450 miljoen inwoners. Is een grote speler op het wereldtoneel. En je gaat terug naar Nederland, wat niet veel meer is dan een stadsgewest. Nou, ik zou dat niet doen. Maar misschien heeft hij geldingsdrang, dat hij denkt, ik wil dat nog eens een keer bewijzen. Ja, of dat hij een beetje nou ja, wat je het bekende vissenprobleem. Hè? Wil je een grote vis in een kleine vijver zijn, of wil je een klein visje zijn in een hele grote vijver? Dat is de vraag. Jij ziet het niet gebeuren meteen. Nee, omdat ook als ik nou iets denk over de naaste toekomst en al die 2050 scenario's, daar speelt natuurlijk de EU toch een prominente rol in. En niet wat er wel of niet gebeurt in Nederland. Ook in die zin is het natuurlijk interessanter om na te denken over de instabiliteit van de Franse politiek en de problemen die ook in Duitsland spelen. Dat is uiteindelijk bepalend voor waar het heen gaat met Europa. Dus als ik Timmermans was, zou ik rustig daar blijven. Het is ook een heel mooi kantoor, dus ik weet het niet hoor. Maar vind je wel dat de PvdA en GroenLinks dat ze een nieuwe lijsttrekker nodig hebben? Ja, dat vind ik wel. Dus niet Artje Kuiken of Klaver? Nee, dat zijn hele sympathieke lui. Beide trouwens zijn dat heel sympathieke lui, maar ik denk dat je... Klaver heeft natuurlijk zijn kans gehad. Klaver heeft een paar jaar geleden 7 zetels gewonnen. En vervolgens is hij uit het kabinetsberaad gestapt. Ja, en heeft de hele kwestie waarom hij eruit stapte nooit enige rol gespeeld. Dus dat is toch strategisch niet zo sterk geweest. En vervolgens heeft hij al die zetels weer verloren. Ja. Maar Rutte die heeft er dus natuurlijk ook op gegokt dat er ook daar bij die partij niemand is die op kan staan en die partij dat kan trekken. Dat zou best kunnen, ja. Dan stel voor Brussel wel terug zou komen. Ja, dat zou verrassend zijn, want die heeft toen bij die euroverkiezingen de vorige keer, heeft hij geweldig gescoord, weet je niet. Dat Rutte en Thierry hadden het allemaal al verdeeld onder elkaar. Dat liep heel anders, dat was wel vermakelijk. Er werd ook wel gezegd, het was de enige bekende op de lijst. Dus daarom hebben mensen op hem gestemd. Ja, dat ze die beelden hebben gezien dat hij in Polen werd uitgejouwd. Dat zou kunnen, ja. Hey, in D66, Kaag zei je al, die verwacht je niet terug. Is het dan automatisch Jette die daar de kar gaat trekken? Ja, dat denk ik wel. Omdat Jette het wel goed gedaan heeft, toch? Ik dacht dat men algemeen tevreden was over Jette. Ja, behalve op Twitter, maar goed. Daar is maar één persoon die daar echt goed scoort, dat is Satan zelf. Voor de rest wordt het allemaal niks. Maar is Jette er klaar voor? Want hij heeft juist Kaag naar voren geschoven omdat hij zei, ik ben er zelf nog niet klaar voor een paar jaar. Nou, volgens mij heeft hij een vrij competente indruk gemaakt. Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar als je het goed wil doen. Begin 30, denk ik. Een grote carrière wil bouwen, moet je vroeg starten. Hmm. Dat is een enkeling die natuurlijk als bejaarde nog iets tot stand brengt, maar... In principe moet je in de politiek vroeg starten. Oké. En het feit dat hij natuurlijk klimaatminister is geweest. De D66 had dan natuurlijk ook heel veel zin in om dat verder uit te voeren. Hè? Dus dat ja, minimum... Vandaar al die klachten in VVD-kring. Want wij voeren de D66. Ja, waarom? D66 heeft een agenda. En de VVD heeft helemaal geen agenda. Ja, dat is natuurlijk... Dan ben je natuurlijk leven jezelf. Daarom ben ik ook heel benieuwd dat als ze... Als de VVD mikt op een ultra-rechtse coalitie, à la wat we ooit in 2010 hadden, mag ik ook Rutte nog eens herinneren aan
het volstrekte échec van dat van zijn eerste kabinet toch eens over nadenken. Hè? Maar ja, misschien is hij wel zo bloeddorstig geworden dat hij alles aandurft. Ik weet het niet. Hij was ook heel erg boos en zo. En iedereen was even verbaasd. Het was een hele wonderlijke transformatie. Ja, zeg, ik was ook stom verbaasd. En Klaas Dijkhoff, acht je nog de kans groot dat hij nu naar voren staat bij de VVD? Klaas Dijkhoff is een hele intelligente man. En ik denk dat hij al lang geleden besloten heeft dat de Haagse politiek niet zijn pakje aan is. Ik denk dat hij best allerlei ambities heeft, maar die liggen op ander terrein, schat ik zo. Dus die komt niet bij de VVD zeggen, ik wil het wel gaan doen? Nee, vooral omdat Dijkhoff natuurlijk niet spoort met die rechtervleugel die dan verondersteld wordt. Ik hoop dat het ook allemaal behoorlijk uitgezocht wordt de oorzaak te zijn van deze moordpartij op klaarlichte dag. Ja. Kreeg ook internationaal best wel wat aandacht, hè, in de pers. Zeker, ja. De New York Times had ook een itempje. Ja, vind je dat opmerkelijk? Niet zo. Nederland is toch een middelgroot land. Nederland staat in de top 20 van de economische machten in de wereld. Ik geloof nummer 14 of 15. We zullen blijven zakken op die lijst, maar toch, we staan er vrij goed voor. We hebben een aantal leidende bedrijven in Nederland. We hebben nog steeds een reputatie die, omdat natuurlijk in het buitenland nog niet zo is doorgedrongen dat de Nederlandse spoorwegen al lang niet meer functioneren. Dat is er nu laatst. Ja, als ik mensen spreek, zeggen ze altijd, ja nee, ik moest omreizen of het was drie helemaal geen trein. Van de week met die storm, Poli. Lag toch al het verkeer stil of al het treinverkeer in Noord-Holland? Nou ja, ik was in Noord-Holland, want ik was gisteren natuurlijk in Haarlem voor de verjaardag van mijn oudste kleinzoon. Die overigens 2 dagen eerder jarig was, maar hoe daar niet van. En ik was er wel in, en ik was de dag daarvoor was ik al in Bakkum geweest. Nou ja, ik moet zeggen, de schade was zichtbaar en omvangrijk, ja, hoor. Ja. En er waren van die weggetjes, van een reeks van die populieren tegen de grond waren gegaan. Ja, Timmermans. Ja, kijk, die stadsbomen die zijn gewoon vaak slecht geworteld. Ja. Dus ja, dit is natuurlijk zo'n freakstorm, namelijk een zomerstorm van aanzienlijke kracht. Ja, wanneer gebeurt dat? Nou ja, je begrijpt, het was natuurlijk allemaal meteen weer de schuld van de klimaatopwarming. Timmermans zei dat ook. Ja, daar zouden ze toch mee op moeten houden. Bij dit soort van incidenten kun je dat eigenlijk helemaal niet zeggen. Dit had zich ook voor kunnen doen zonder klimaatopwarming. Dat wil zeggen, ik ontken helemaal niet de klimaatopwarming, wacht even. Ik ontken de relatie tussen incidentele friekverschijnselen en de klimaatopwarming. We hebben even wat vragen rondom de ontstaande situatie in Den Haag van Jan Bruin. Die vraagt in de Telegram-groep van Maarten, is de regering verplicht om nieuwe verkiezingen uit te schrijven? Of kan de Tweede Kamer opdracht geven voor een nieuwe formatie? Nee, ik denk wel dat hier, want dan een nieuwe formatie. Kijk, dat was natuurlijk een scenario wat we helemaal niet behandeld hebben nu net. En dat er een lijnpoging wordt gedaan. Maar mijn indruk is dat het dan zo goed geschoten is door de moordenaar, dat een lijnpoging, dat er eigenlijk niet in zit. Ja, in dit geval is er, als er in de Kamer ook dat ze zonder verkiezingen, dat is ooit wel eens gebeurd natuurlijk. Denk aan een bekende kwestie met Smeltzer en zo en in de jaren 60. Maar dat zouden ze niet doen nu, denk ik. Dus ik denk dat verkiezingen, gezien de ontstaande situatie, onvermijdelijk zijn. Ik had althans nergens gelezen, nou, laten we nog eens even afwachten. Kunnen we Remkes niet bellen? Hè? Zou ik zo in voorstander van zijn, bel die Remkes nou, stuur Rutte met vakantie. Luc Ibens uit België, die zegt van, is de crisis in Nederland enigszins vergelijkbaar met die we in België gehad hebben, namelijk met het Marrakesh-akkoord? Hebben jullie in België op dit moment ook, dat vraagt dan iemand anders, een stikstofprobleem? We hebben namelijk 2 crisissen die overeenkomen. Dan zegt Luc weer, in België hebben we altijd 3 problemen, namelijk een Vlaams, Waals en Brussels probleem. Het stikstofprobleem is in Vlaanderen een issue, maar geen regeringscrisis waard gebleken. Ja, kennelijk. Ik ben te weinig op de hoogte van de binnenlandse Belgische politiek om daar iets verstandigs over te zeggen. Kijk, België is een van die wonderlijke landen. Italië is een andere patiënt.
waar je altijd het gevoel hebt dat het één grote chaos is en dat er eigenlijk niks werkelijk in orde is. Maar tegelijkertijd zijn het allebei landen die toch redelijk functioneren. Dat is eigenlijk mijn indruk van België. Maar dat zegt eigenlijk aan mij niet zo verschrikkelijk veel. Ilko Borgsholz, zou het nog kunnen dat de VVD opsplitst? Ik heb het idee dat de jongere tak het echt niet ziet zitten met Rutte. Nee, dat moet ik zeggen. Ik heb jou toch verteld dat ik voor de JOVD had gesproken. Nou, daar was echt geen kip meer die bereid was om nog iets in Rutte te investeren. Rutte moest wat... Ik had nog van tevoren gezegd, denk erom, ik wil best bij jullie komen spreken, maar ik ben heel kritisch over Rutte en het functioneren van de VVD in de Nederlandse samenleving. Nee, zij waren minstens even kritisch als ik. Dus ja, nee, de JOVD die zal niet zitten, maar dat zal niet leiden tot een splitsing. Dat denk ik niet. Waarom niet? Nou, waar moeten ze heen? Naar D66? Ik heb geen idee. Kijk, sowieso ben ik niet zo splitserig aangelegd. Ik zou zeggen, ga binnen die partij proberen om laat je dan dus niet door die provinciale VVD'ers wegdrukken. Rutte is notabene zelf een voormalig voorzitter van de JOVD. Martijn die deelde een scenario met jou. Hij zegt, Maarten, ik denk dat er redelijk snel verkiezingen komen. Dan wordt de VVD denk ik de grootste met BBB als tweede. De kabinetsformatie die gaat lang duren, want Caroline die wil eigenlijk helemaal niet besturen. Uiteindelijk krijgen we dan een kabinet dat ook snel weer zal vallen. Daarna is het gedaan met de BBB. De linkse partijen die moeten meer gaan samenwerken en hun afwijkende idealen opzij zetten. Al die splinters spelen Rutte juist in de kaart, zegt hij. Nou, ik moet zeggen, dit is een buitengewoon optimistisch bericht. Hoe heette die meneer? Martijn. Martijn, dankjewel. Martijn, dat is... Ik hoop dat het zo gaat lopen. Dat zou... Het is ook een beetje over de wat middellange termijn gedacht. Laten we hopen dat het zo werkt. Het zou best kunnen. Het is zeker niet uitgesloten. Omdat natuurlijk steeds blijkt dat die Messias-partijen, om ze maar even zo te noemen, dat die natuurlijk op een heel smal spoortje rijden. Dat die hebben niet een breed idee over hoe het land bestuurd zou moeten worden. Die hebben alleen een idee in dit geval dan over de oplossing van het stikstofprobleem. En dat de oplossing die zij in petto hebben, die is niet te verwezenlijken. Want er zal gewoon vrij hard moeten worden ingegrepen in die stikstofzaak. Dat heb ik al eerder besproken. De kwestie is natuurlijk dat er uiteindelijk dwang zal moeten worden gebruikt. Of dwang, ja, dat die boeren dus tot uitkoop zullen worden gedwongen. Dan hebben we nog Asuka Lengli. Die zegt, ik verwacht dat de VVD wel weer de grootste wordt. De meeste Nederlanders zijn het namelijk eens met de VVD-standpunt op het gebied van asiel. En de campagne zal zich daar ook op richten. Links moet maar op dat gebied eens gaan luisteren naar de kiezers. Ja, dat is... Ik weet niet of je net... Ik heb wel eens vaker betoogd dat je lang niet altijd hoeft te luisteren naar de kiezers. Sterker nog, dat de kiezers vaak langdurig en compleet ongelijk hebben. Maar ten aanzien van het asielcrisis in Nederland... Ja, die is van eigen makelij en die heeft ook politieke achtergronden. Dus daar ben ik nou niet zo van onder de indruk. Wat jammer is dat kiezers natuurlijk wel allerlei ideeën hebben over immigratie, maar dat ze er geen bal van af weten. Immigratie is een heel lastig dossier. En het idee dat je dat probleem 1, 2, 3 kunt oplossen in de komende, weet ik veel, kwart eeuw. Nee, zolang die verschillen zo groot zijn tussen de EU en de periferie van de EU, moet je rekenen dat het een heel onaangenaam probleem blijft. Dan hebben we Jan nog hier, die deelt nog wat cijfers. Hij zegt, vorig jaar immigreerden er ruim 400.000 personen naar Nederland. Dat waren er 141.000 meer dan in 2021. En van die immigranten waren er 29.000 ruim met asiel. Bijna 5.000 meer dan in 2021. Bron CBS. Ja. Wat ik hier vervelend vind, is dat geen rekening is gehouden met de Oekraïners. Dat is een incidentele situatie. Die hebben die cijfers natuurlijk enorm omhoog gejaagd. Dat zijn er veel meer dan 100.000 uiteindelijk gebleken. Bovendien wil ik graag een splitsing hebben over mensen die uit de EU zelf afkomstig zijn. Ja, dan nee. En dan zou ik even kijken, wat hebben we dan nog meer? Ja, dan moet je ook nog aangeven hoeveel mensen er vertrokken zijn. Hmm. Dus ik graag niet bruto cijfers, want dat is altijd het kunstje van de immigratiebestrijders, dat ze altijd met bruto cijfers komen. En het gaat ons om netto cijfers. Oké. Okay. Ik
komen er ondertussen nog veel reacties binnen, ook van verschillende burgemeesters, maatschappelijke organisaties. Het algemene beeld is dat Nederland toch wel schrikt van de abrupte val van het kabinet. Ja, natuurlijk schrikt. Iedereen is geschrokken, behalve Rutte. Ja. Ja. Koningin is ook teruggekomen van vakantie, hè? Op het ontslag. Die zal er ook wel behoorlijk de pest in hebben. Kijk, wat ik niet begrijp is dat de Rijksvoorlichtingsdienst niet wilde zeggen waar die was. Ja. Ja, kijk, Rutte is dan weer, gaat hij met de oude Saab, gaat hij bij de koning langs. Ja, hij weet precies, was ook weer met opgestroopte mouwen, daar wees ook nog iemand op. Kijk, het is allemaal dat ook de gefiets van hem, je weet dat het allemaal voor de bühne is. De vorige keer ging hij op de fiets, ja, dus nu gaat hij met die oude Saab daar naartoe. Ja, en dat komt dan ook in de internationale pers. Ja. Nou, daar kun je echt lekker mee scoren met dat soort van dingen. Ja. Oude auto. Weet je niet, Lubbers met die oude Renault R6. Zo'n geel ding, helemaal verroest. Maar wat doet dat dan? Denken mensen van, oh, hij is zo gewoon gebleven? Of ja, wat? Precies. Ja? Want dat is de kunst. Je moet maar gewoon blijven. Ja. Want hij loopt ook als dan zo'n avond voorbij is, dan zie je hem gewoon op straat weglopen. Precies. Hè? Gewoon, ja, want hij is niet een bewakerspersoneel, dat zie je dus niet. Nee. Maar dan, waar loopt hij dan naar zijn huis daar in de buurt of zo? Ik heb geen flauw idee. Of stapt hij dan om de hoek alsnog in de dienstauto? Ik heb geen flauw idee, maar het is allemaal geanceneerd, daar ben ik van overtuigd. Okay. Ja, Frits Wester heeft het wel eens verteld, ja. Ja. Oké. Ja, de verkiezingsstrijd dus weer, die los gaat barsten. Man, we hebben er toch ook schoon genoeg van. En al die afschuwelijke klote debatjes op de televisie en het einddebat. En meneer Hoekstra, u heeft nog 17 seconden voor uw antwoord. He, kom op. Laat het aan ons voorbij gaan. Ja, ik begreep ook dat Zelensky heeft met Rutte gebeld op een lastig politiek moment. Heeft hij op Twitter ook geschreven. Hij heeft in ieder geval in het telefoontje... heeft hij de premier, dus Rutte, bedankt voor de standvastigheid van Nederland ten aanzien van de Russische invasie. Ja, wij spelen daar een belangrijke rol. Omdat wij natuurlijk met die F-16's en zo in de voorhoede lopen. Ja. En we hebben enorm veel moeite gedaan om een heleboel van die Leopards los te peuteren. Alleen de Zwitsers wouden niet. Ja. Of dat Zwitserse bedrijf kreeg geen toestemming. Ik geloof dat het was. Het waren een soort van leopards die stonden te wachten op een revisie. Op het, ik weet niet, kun je ze ombouwen van leopard 1 naar leopard 2. Ja. Want hij zei dat ziet er wel heel anders uit, zo'n leopard 2. En de LTO van Sjaak van der Tak. Oh, Sjaak! Ja. Die heb ik nog gemist, Sjaak. Ja, die zegt van we hopen op een uitslag bij de volgende verkiezingen, zoals in de vele provincies het geval was bij de laatste verkiezingen. Heeft hij laten weten. Ja, dus Sjaak is een echte BB-man, heb ik. Ja. En de meeste mensen die geïnterviewd worden, die zeggen het is een chaos in het land. Hoe kunnen ze het nou laten vallen? En wat jij al zei, inderdaad, dat zeggen de internationale media ook. Het is een zelf gecreëerde val. Ja, precies. Ja. Zij, het is gewoon georganiseerd. Ja. De VVD, inclusief en meer in het bijzonder ook de premier van VVD-Huizen, hebben deze crisissituatie expres op touw gezet. Ja, daarom, laat ik het nog een keer zeggen, ik zeg het ook graag, moord met voorbedachte raden. Ja, moord in bij volle zonlicht. Eerst het bewegend beeld van Rutte in de Saab. Meneer Rutte, hoe is het gevoel vandaag? Vanmorgen. Ogen open te doen. En hoe voelt u zich? Ik denk, dat zeg ik nooit, dat ik al van die... Meneer Rutte, is het een gek moment dit, of niet? Wat zegt u? Dat is een gek moment. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Ik moet even door. Sorry. Nou ja, dit is dus totale infantiele onvermogen van de journalistiek. Wie gaat daar nou staan, meneer Rutte? Hoe voelt u zich? Nou, meneer, ik voel me kloten. Ik heb nog nooit eerder iemand vermoord. En nu heb ik een heel kabinet vermoord. Dus ik zit een beetje met, buikpijn. Het is een wonder dat die Saab nog... Nee. Hij had ook klassieke muziek aan staan in die auto. Ja, hij heeft wel, denk ik... misschien dat hij de toppers even uit had gezet. Die komen pas weer op het congres, neem ik aan. Ja. Oké. Nou, we blijven dit volgen uiteraard de komende tijd. Wil je niks missen? Abonneer dan. Dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf te zien. En de vorige aflevering, mocht je die gemist hebben, die hebben we nog eventjes in de show notes voor je neergezet. Die kun je dan terugluisteren. Die gaat vooral over de situatie die nu ontstaan is in Den Haag. Het luisterboek Populisme vind je in de beschrijving.
luisterboek dat gaat over een thema dat nu weer heel erg actueel gaat worden, namelijk asiel en migratie. En daar duiken de rechtse partijen natuurlijk op. In het luisterboek Populisme meer daarover. En wil je leuke extra's voor tijdens de zomervakantie? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Linkje naar die nieuwsbrief staat in de show notes. Meneer Hoekstra, u heeft nog 17 seconden voor uw antwoord. Kom op. Laat het aan ons voorbij gaan. 89. Het wonderjaar 89. Wat betekent de muiterij van Prigozhin voor de macht van Poetin? Waarop in feite van vrijwel overal in Oost-Europa spontaan opstandjes uitbreken. Maarten plaatst de opstand door het Wagner-huurlingenleger in historisch perspectief. En bekijkt de Russische agressie door de jaren heen. Dat dit al die oude regimes opgeruimd worden en dat Oost-Europa kan gaan proeven van de vrijheid. Je hoort het allemaal in een nieuw luisterboek. Het staat voor je klaar via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij, die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt.